Ik sta hier met Fabio Quasi. Je komt short notice in om tegen Filipovic te vechten. 2 dagen short notice, hè? Ja, klopt. Dat was een gevecht dat ik niet dus op short notice heb aangenomen. Mijn trainer Mike had eigenlijk na een ochtendtraining zei hij tegen mij van... Hey, je vecht zaterdag, dat, zus en zo. Dus het was eigenlijk niet eens een vraag. Ik voel me goed. Daarvoor trainen we eigenlijk, toch, om te vechten. We noemen het sparren, maar sparren is een simulatie voor een wedstrijd. Als ik een spar binnenloop, doe ik net of ik een gevecht heb. En ja, dus het is eigenlijk dat je altijd ready bent. Zoals de gladiatoren altijd ready horen te zijn, zo ben ik altijd ready voor zaterdag. Dus Mike was van, hey, je gaat vechten, hij was, ja. Het was geen vraag. Het was geen vraag. Hij zei van, even zaterdag vecht je, dit en dat, zus en zo. En ik, ja, het was eigenlijk geen vraag, maar ik zei, tuurlijk moet ik wel even ja zeggen of nee zeggen, maar het was officieel was het geen vraag. Ja. Je had geen keuze, wel mooi dat je een glory debuut gaat maken nu. Tegen best een goede tegenstander. De stare-down was best intens, hoe komt dat? De stare-down was best intens, hoe komt dat? Het was, ik sta daar en ik voelde van, hey, ik hoor hier te zijn. En hij staat daar, hij hoort er ook te zijn. En ik voel dat ik door hem heen moet gaan. En ik wil hem laten zien dat ik het wil. Dus dat wou ik laten zien. En ik wou het laten zien. Hij mag het weten. En hij gaat het zaterdag ook voelen. Ja, hopelijk vecht je natuurlijk eerst tegen Filipovic. Maar er is ook een kans dat jij, je bent natuurlijk reserve. Er is ook een kans dat jij in het toernooi gaat vechten, 4-mans toernooi. Weet jij toevallig of jij de eerste zal zijn die wordt opgeroepen of Filipovic? Ik heb er niet echt per se mee bezig gehouden. Natuurlijk weet ik dat de kans bestaat. Maar ik ben er niet op gaan rekenen. En ik ben er niet met mijn hoofd mee bezig. Ik ben gefocust op mijn tegenstander, mijn eerste tegenstander. Misschien op mijn laatste tegenstander. En zo ga ik er eigenlijk in. Ja, maar stel je wint natuurlijk het gevecht. Wat ga je dan doen? Want je weet van, hey, misschien dat ik nog een keer moet gaan vechten. Ja. Hoe ga je daarin staan? Ga je nog warm lopen of wat ga je dan doen? Kijk, tuurlijk, ik zal me klaarmaken. Ik zal hier en daar, ik zal me ready houden, weet je. Ik heb veel wedstrijden gevochten. Ik heb veel meegemaakt al in de sport. En het is niet dat ik ben klaar en ik ga al aan taartjes eten en zo. Dat gaat niet gebeuren in ieder geval. Oké, is goed, broeder. Nou, natuurlijk was een beetje een domme vraag eigenlijk die ik stelde. Van, weet je wie in zal stappen als het moet? Natuurlijk, de winnaar gaat dan instappen. Ja, dat is best wel logisch. Ik kwam er even niet bij. Je weet maar nooit de blessures. Nee, maar goed. Over Filipovic dan. Wat is jouw prediction voor het gevecht? Mijn prediction voor het gevecht... Het hangt van hem af. Hoe graag hij dit wil, hoe hard hij wil doorzetten. En daar hangt het van af. Maar dat ik de W pak, daar staat wel vast. Daar ga ik voor. Gewoon de winst, maakt niet uit hoe. Precies. Als hij de eerste ronde wil opgeven, zijn tweede ronde wil opgeven. Weet je, dat is aan hem, hoe graag hij het wil. Ja, ik wil het grager. Is goed, broeder. Dankjewel. Ik wil je veel succes wensen en dan zie ik je morgen nog. Dank, bro.